Hij zit hier achter in ieder geval de boksen. Hij komt om lieke nog zo'n uren. Komt er in actie, koers, fjouwer, maar startnummer 5. En dan maakt het Dirk Buitenzorg hem dus op voor zijn allerlaatste echte koers. Het verhaal Dirk Buitenzorg leest als een jongensboek. In 2011 keerde de sportredactie van Omroep Friesland het eenjarige hinder. En daarmee wordt Dirk redden van de slacht. 1, 2, fuck off. En daar is het. 250 euro. Ja. Dirk krijgt zijn eigen reality soap. Alles wordt filmen. De eerste keer van de sulky. Een bezite aan de Toske dokter. De chiropractor. Zelfs zijn castratie wordt vastlijnd door de omroepcamera's. De verslagjouwer koert lijkwijls net onzin en rekt uit de tiert. Dirk wordt een fenomeen. Hij krijgt zijn eigen glossy. Elke nier wil bij hem op een foto. Hij krijgt zelfs een eigen Christhit. Zijn hart komt van buitenzorg. Dus Dirk Buitenzorg is de eerste draver die een plak kregen had in de Hall of Fame zonder dat er maar één wedstrijd woon had. En de oefeningen komen er uiteindelijk ook nog. In totaal draaft hij voor 10.000 euro een prijsgeld bij elkaar. Nou, is er een definitief eindkaam onder het jongensboek. Joert, draaft Dirk zijn allerlaatste koers. Ja, en intussen ongescoot hier aan tafel de man van de drafbaan Wolvergeer, Hans Zinnige. Welkom. En vanzelfs Gerrit de Boer van de sportredactie van Omroep Friesland. En Gerrit, ja, dat mogen we toch wel zeggen. Dovi is toch eigenlijk de grote initiator van het hele plan Dirk Buitenzorg. Ja, dat krijg je wel stil. Ik sta aan de wieg. Toch wil ik wel Rob Pieters erbij nemen, want dat was een man die toen voor ons radioprogramma presenteerde. En Rob en ik rekken naar een radioprogramma waarin hoe Dirk praat worden als een hinder wat voor een recordleeg bedrag verkocht via op een veiling van eenjarige hinders, rekken wij aan een praat, wat maken we hiermee? En dat was toch, hè Hans? Dat was ik, ja. Dat had ik in de uitzending verteld. Ik was zelf de veilingmeester. Ik had nog nooit een paard verkocht voor 100 euro. Ik zag waar die heen ging en ik weet ook waar die paarden meestal eindigen. En dat heb ik ook in de uitzending gezegd. En ik zeg, jongens, die kost 100 euro, maar is gewoon een harddraver. Er is niks verkeerds aan en hij kan gewoon koersen winnen. En toen toch de stoel? Ja, dan dacht ik van, dat maar televisie met meisje, ik heb hem net keepje. Ja, dan natuurlijk de luik van Pandora, doe je dan hier in feite, de doos van Pandora. Maar ja, daar kwam het wel die ding, want ik dacht, we kennen hier wat mij, we kennen hier met de televisie wat mij. Wij wisten toch, ja, wat ik jij doe zelf, ik bij de sportredactie, wij wisten toch hierom niks van hinders? Nee, maar wist er ik niks van. Ik wist er ik helemaal niks van. Het enige wat ik wist, dat ik een startstemming aan moest van een haatredacteur, dat we toen Jan van Friesland, die zei, hartstikke leuk idee, geef maar aan de gang. En zij ben wij begonnen. Nou ja, wie is er zelf bij? We zeiden, stik je ben gek, maar hoe zou 15 lappen om een hinder te kepen? Ik wie een beetje sceptisch. Want ja, je verkeep je een hinder, dat is Ian, maar dan ben je er nog net. Nee, dan begint het pas. Dat hebben jullie wel gezien. Je moest hem daarna laten trainen. Dat kan je niet zelf. Dat kost in de maand geld. Het gaat langzaam, want hij was 1 jaar oud. Je kan op zijn vroegst als 2-jarige gaan koersen. Dirk heeft het tot zijn 3e jaar over gedaan. Dus je hebt 2 jaar lang eigenlijk het spaarpotje gevuld. En dan moet je maar wachten of er wat uitkomt. Ja, dan moest dus eerst een trainster komen. En toen kwam Stotelone mij Sjoukje Wagenaar. Ja, want waarin via Hans werd de stal van Elke Kruis regelen. Daar koerde er op stal. Hier werd een bedrag over praten. En daar werken Sjoukje Wagenaar. Dus Sjoukje moest dan de trainster worden. En zo kwam zij bij u in uw televisie uit Stotelone. Wat uiteindelijk de soap worden hoe Dirk Buitenzorg. Ja, maar Ivan de haatrol net alleen nog dus van Dirk, maar ik een absolute haatrol van Sjoukje Wagenaar. Ik heb net zijn hut. Oh, wat gebeurt er? Overzichtig aan. Hoe heet wie het? Hier 46 gong. Ruk. Ja, goed, wachten. Ja, ik wacht er even op, Jan. Op de baan. Ja, wel. Nou even. Ja, dat is goed. Dit is goed, hè? Oh, rustig, man. Ja. Sinterklaas! Oh, mevrouw Wagenaar, dit Sinterklaas vierst de hut. De meid er waait mee al. De hut, Sinterklaas, maar het is een hutdraver. Ja. Ja, Sinterklaas komt zelfs op visite bij Dirk Buitenzorg. Hij komt zowat alle weekend op televisie. Wat had hij eigenlijk budget en al met al deze hele soap Dirk Buitenzorg van de Hiersensport?
Heel veel. En dan vooral in de regio. Kijk, Dirk werd verkocht voor 100 euro op het moment dat de sport eigenlijk op een dieptepunt zat. Dirk kwam op televisie. Op dat moment werd Wolvenga overgenomen door Casper Veldink. En die is flink gaan investeren in de baan. En op het moment eigenlijk dat Dirk iedere week in beeld was, ging Wolvenga langzaam de weg omhoog. Dus dat ging hand in hand. En dat heeft een hele boost gegeven aan de sport in Friesland. Wolvenga stond eigenlijk bekend als de baan die altijd failliet ging of bijna failliet was. En op een gegeven moment werd Wolvenga de baan van Dirk. En waar het goed ging. En dat was heel mooi. Ja. Nog één ding wil ik er even niet hellen, want Dirk die krijgt een plakje in de Hall of Fame. En dat is ook wel heel erg bijzonder van een hinder wat nog nooit wat won hier. Ja, dat wie voor u zeker natuurlijk een totale verrassing. Maar wat bleek er nou? Bij de Nederlandse Draf- en Rensportstichting, de NDR, hier is het verhaal van Dirk. Ik hoop, ik wisten ze van die show, wisten ze dat er iedere keer op televisie kwam, dat er meet and greets met hem wie en dat er van alles met hem gebeurde. En dat sprookje weer voor hun oorlering om te zeggen van misschien maar dit hinder, alhoewel het er eigenlijk nog nooit wat won had. En dat Jim beroemd hinder is op die manier, maar die in de Hall of Fame opnam worden. Nou, en zij is gebeurd. En zijn naam betekent vanwege het sprookje Dirk Buitenzorg. Een sprookje, een merken dat we het absoluut we heel lang praten. Dirk Buitenzorg, het wordt heegtierd om even hierachter bij de boksen te zien bij het hinder zelf, bij Dirk Buitenzorg. En daar is ik Simone Scheffer. Ja, Simone, hoe liep het? Is Dirk er wat kleer voor zijn allerlaatste koers? Nou, Dirk het krijgt zijn indraafroentje aan, roentjes, moet ik zeggen, met piqueur en trainer Arend Tevreden. Hij zit nou een beetje uit te puffen. Het is San makbeestje. Het is San leven. Ja, leefhinder. Of net, Arend? Ja, ja, absoluut. Er is hier een bij, heren. Die wie er altijd bang voor. Ja, daar praat ik dadelijk wel even mee. Maar doe zo dit avontuur begonst, Arend. Ja, toen zeiden ze altijd van het zit erin. Is er uitkaam, was tochtest? Nee, net eerlijk. Ik hier toch dat er beter wie, maar hij dat had gewoon mijn zien karakter te mij zien. Hij giet Safir en dan zei hij, ja, ik vind het wel prachtig. En hij had al een goede tijd rond. Hij had 65 keer start in zijn leven. Hij had 34 keer hield aan. Maar had er ietsje meer Sven Kramer hier en Sienkie Knecht, dan hier er volle mee om. Aha, het is net de Sienkie Knecht onder de hinders dus. Nee. Toch weer een fantastisch avontuur. Absoluut, het weer een hele mooie uitdaging. En daar heb ik wel redelijk succes aan. Maar ja, het houdt een keer op en dat is nou aan orde. Ja. Zo'n karakter van zo'n hinder, kun je daar nog een skaven? Hest daar nog een skaven kind? Nee, dat is... Dat zit erin, dat waarom is binnen geen meer Sienkie Knecht en Sven Kramer. Dat zit erin en als het erin zit, komt het eruit. En met hem, hij heeft de klasse er wel voor aan, maar hij is het karakter, dat heeft hem misschien ook. Ja, maar daar heeft hij geen spiet van, toch? Absoluut net, natuurlijk net. Het is een mooie uitdaging, hij heeft het knap dienend. Maar het hier beter kent. Maar goed, het is een doos. Nee, het is een fantastisch avontuur. En Arend die hier te krek al even hoor. Ja, van harte begin, Saan Ierlien. Weer er een heel iets jonkje van een Ierse Saan 8. Dennis, dit is Dennis. Dennis is ongeveer de grootste fan van Dirk. Maar in het begin was je wel een beetje bang. Ja, maar ik leer het nu al aardig. Ja? Ja, kom, het leert het wel, ja. Wat vind je van Dirk? Ja, goed paard is het. Lief, rustig. Ja. Hou je een beetje van hem? Jawel, ja? Zeker wel. Ja? Op wat voor manier dan? Ja, gewoon lief, daarom. Hij is gewoon lief en daarom hou ik van hem. Ja. Je bent echt wel de grootste fan, hè? Ja, zeker weten. Ga je hem missen? Ja, zeker weten. Ja, maar je hoeft nog niet te huilen? Nee, dat nog niet. Nee. Nog niet. Okay. Nee. Nou ja, Dennis, de grote fan. We hebben een mooi opgroeien hier in de stal. Dat we oeren trobracht aan. Ja, intussen een onderscoot hier Roel Wagenaar, de huid van Sjoukje. Ja, Jan kreeg Gerrit wie gelijk van het begin hoor, tieren enthousiast. Hoe ziet het met jou? Hoe Gerrit, hoe daar of hoe dit programma? Nee, hoe het hinder eigenlijk. Ja, Dirk Buitenzorg. In het voorwerk zei ze ook dat ik sceptisch was. Dat wie net zo? Daar weet ik helemaal niks meer van, maar dat ken ik aan het onthoud van mij leden vanzelf. Nee. Maar je had wel eens zijn van de huid van Dirk. Maar wie dat af? De record, dat hij net. Dat hij op de record. Maar hij is toch helemaal net zitten, zulke dingen natuurlijk. Nee, maar jouw hinder papieren erbij in je sign eigenlijk. Die height van Dirk, die had 700.000 euro. Dus daar weer helemaal, daar markeert niks aan. Alleen dat men hier al in de gaten dat het net helemaal trots zetten zo. Maar dat zei zijn individueel product natuurlijk helemaal niks. Dus, maar kleer, ik heb sceptisch met een Claudio. Ja. Ja, toch? Ja. Maar had je nooit aan het idee hoor, van dit wordt hier ondoneerd, nee, bij Dirk? Nee. Wel dat het wat te hut moest, alle keer, maar dat is een kwaal van de draafsport.
Het moest al uit de hut. Dus ik wilde zingen hem zijn. Van jongens, rustig aan, rustig aan. Maar het beestje liet wel zien dat er wat draven koe en dit en dat. Het was natuurlijk een ongelooflijke dweskop. En dat vertaal je dan in de meeste taal, dweskop. Maar dat het een vluggedrag is of angst of soks, wat ik ken al in de schillen. Dat was vervelend. En daarom duurde het al heel wat langer. En dat had Arend letterlijk nog over naam, dacht ik, dat het een beetje een apart niet weer. Ja, dat die overval van hoe dat vluggen. Dus wij hier natuurlijk geen kwartje verstaan van. Dus wij vatten volledig op het advies wat wij kregen van Elke Kruis en van Sjoukje. En van de mensen die te verstaan van hier. Want wij wisten net wanneer er de baan op moest. Hij heeft bewust spreken, ik nou wel op zo'n zaan die is in de buurt, meidje ken. Nou, misschien had Sjoukje te geworden geweest. Dat is oors net des Wagenaars, maar ja, dat kan een keer gebeuren. Ja. Maar nog even hoe dat hele dwessen, want des die eigenlijk Dirk wel een beetje onbekend. Hè? Hij woe echt nooit die trailer in. Nou ja, dat weer een drama. Ik heb van de weekend nog even een jongen van, hoe heet ze, De Vries, Esther. Dat weer natuurlijk een prachtig item. Maar, ja, de hierste fluister. Oors ziet niks worden, want we hebben hier in het begin wel west. Dan moesten we boeten de baan, boeten het stalterrein en dan misschien treinen of jouwen. Dat we het in omheuven doen, dat liep verschrikkelijk. En toen kwam zij. Maar ze is een drukhelderke en ja, ze had er een hele duimje om te werken. En Safa zelf. Hè? En toen wordt die volle training. Maar al die problemen die we horen hebben met Dirk Buitenzorg. Ja, al die problemen, dan liep het wel heel erg dramatisch. Ja. Maar een paar van die problemen hebben we nu op een rietje zet. Ja. Dat is slim als mij Dirk zou hier nog nooit mee maken. Hier begint hij te fjouwerien en dat mooi net. Het hier is een mooi west. Maar de eerste koers van Dirk dwordt exact 50 meter. We binnen een ervaring rieker en een lugeerder. En de eerste die zijn benen bij elkaar trekt, en dat is niet zo best, dat is Dirk Buitenzorg. Nou, net helle. Nou, wat voelst u ervan? Als eigenaar? Ja, nou, ik zie hem toch wel pikken. Ik al op in, hier het idee. Ja, dat vind je even een beetje jammer. Hey, dat de camera op mag, hè? Ziet toch iedereen wat je nou doet? Maf, Kees. Ja, het slag het hield niet maar net dan om mij Dirk te kwalificeren, om uiteindelijk dan wel hier acte présence te Jan. En dan zei het Sjoukje van, ik hoor ermee op. Ja, en dat weer een moeilijk moment. Want wij hier natuurlijk met Sjoukje nog een soort filmster weer geboren. Ze weer fantastisch in alles wat ze dieren. De Frieske Marlin Monroe. Ze zeggen geweldig goed, ze zei de goede dingen, ze dieren goed, maar ze kregen hem net kwalificeerd. En op een bepaald moment zei ze, het moet maar ophouden. En oren moet het maar beziekje, want ik denk dat ik het net van mag krijgen. En ja, zo komen we uiteindelijk bij Arend tevreden langs, die te lanen, die er nou nog riet. Ja, wat vond je er eigenlijk van, dat Sjoukje zijn het van, ja, ik krijg het net van me koor, misschien moet Noord het maar eens beziekje. Nou, dat is maar de helft van het verhaal, want Sjoukje is toen helemaal ophouden. Ze kon er net van besteden, bij de kerelwaai. Dus het moest alweer, er moest inkomen komen. En maar die vier hinderkens koer dat natuurlijk nooit. En dus dat is twee meer dan alleen nog. We moesten er op een fatsoenlijke manier. Ze moesten er op een fatsoenlijke manier houden. En vandaar dus dat we zijn. Arend is een fatsoenlijke kerel en die krijgt het voor elkaar. Ja, en hij kreeg het uiteindelijk van me koor. De nooit kwam ik de baan op. En hij had hem kwalificeerd om wedstrijden te draven. Ja, nee, absoluut. En Arend had ik één ding zijn toen in die tijd van, ik ga hem witten litten waar de baas wie. En toen werd het net zo moeilijk om hem op die baan te krijgen. Want hij koe wil draven. Alleen nog, ja, hij brut soms heel raar uit op een baan. Sprong dus aan de zijkant. En dan weer het meest met de kwalificaties. Maar toen er dat één keer net die, en dat wie bij hem al bij de eerste keer, kwalificeerde hem voortendaad. En koele races rennen. Nou, dat is vanaf dat moment die gebeurd. Ja, Arend tevreden. Dus dat is de man die hem dus op de baan kregen, dat hij echt koersen mocht. En volgens mij, Simone, zit er nog altijd bij Arend en bij Dirk vanzelf? Ja, ik steen nog hield iets in de stal bij Dirk. En Dirk is hartstikke rustig. Die is hem, denk ik, geestelijk ontar hier op die allerlaatste koers. En nou, we hebben krek het hele verhaal hoe Sjoukje en dat Arend er mooi ondergong gingen. Maar Arend, die dacht ik op een gegeven moment van, misschien moet er wel eens even een oor achter. En dat weer de heer Verbeek, Jos Verbeek. Een grote naam in de drafsport. Meneer Verbeek, u ging met Dirk aan de haal en u won. Nou, omdat het paard goed is en goed getraind, was het even makkelijk. Ah. Ik kreeg een goede rit en hij liep echt een super koers. Hij liep echt een goede koers. Ja. Het paard was goed in orde. Het was plezierig. Ja. Wat deed u met dat paard dat het ineens lukte? Ik heb ervoor eigenlijk nooit gereden. Ik weet dat als Arend een paard in de baan brengt, dat de paarden goed zijn. Anders komt hij niet naar de koers. Nee. Voor de kijkers thuis, we laten hem nu even zien, die koers. Ja.
Dirk Buitenzorg. Het zien eerste koerswoen. Nou, in verschaten ereplakken op Wolvegeer, wie Dirk nou de sterkste op Duindicht. Koerscommentator Hans Zinnige van Wolvegeer zegt dat alles in deze race goed ging. Dirk Buitenzorg aan de buitenzijde neemt de leiding over met Josse Beek. Aan de binnenkant is het Rob van Toor met Fnatic Star. Maar Josse Beek wint met Dirk Buitenzorg. Ja, die overwinning van Jos Verbeek, Mai, Dirk. Het grote drama wie trouwens, wij binnen haast bij alle koersen, dat toevallig we er net bij winnen. Dus we winnen pas letter echt tjoegen. Maar meneer Verbeek, wat tekent zo'n paard nou? Wat maakt een paard nou een winnaar en wat maakt een paard gemiddeld? Ja, een winnaar wil zeggen dat hij de beste is die dag. Ja, die dat koers is flauwkul. Nee, hij doet wat hij kan. Nu voor het moment heeft hij een moeilijk programma. Hij komt op die jonge paarden terecht. Ik denk dat het een goede beslissing is dat jullie gedaan hebben. Van het paard gewoon laten te rusten en een mooie plaats bezorgen. Dat verdient hij ook. Heeft zijn werk goed gedaan, denk ik. Ja. Heeft u ooit wel eens een paard zo beroemd gezien zonder dat het eigenlijk echt prijzen wint? Hij heeft toch prijzen gewonnen? Ja, maar... Ja, dat is toch fantastisch wat jullie doen met zo'n ganse groep, zo'n paard hebben. Ja. Normaal ging hij dood geweest zijn. Jullie hebben hem van de dood gered. Ja, zo is het. Mooi, dat is toch mooi. Hij leeft nog. En ik wil even Ian nog echt even in het zintje zetten. En dat is deze dame, Clarien. Want Arend, die krijgt altijd alle aandacht. Maar Clarien, wat heeft u voor Dirk zorgen? Ja, het was altijd mooi om mij met mijn paard te gaan. En op de koersen. Dus ja, prachtig. Ja. Heel mooi. Ik voor mij. Het emotioneert hij. Ja, je sluit er nou toch een hoofdstuk af. En je weet dat je net meer mij naar de koers ging. Dus dan doet je dat wel wat. Ik wil die tige dank zezen voor al die geweldige zorg. Clarien de Wrede, de dochter van Arend, die het altijd mijn Dirk op een paard weer. Ja jongens, Gerrit, ik ben heel benijd. Die allereerste overwinning van Dirk Buitenzorg op Duindicht. Maar een top piqueur, Jos Verbeek, die zit op een sulky. Hoe wie dat voor jou? Ja, we winnen er al bij, maar net echt dus. We winnen er net bij? Net. Dus we winnen overal. We winnen bij de Toske Dokter, bij de Chiropractor, bij de Hiestervluister, maar we winnen net bij de eerste overwinning. We hadden zelfs maar een hele busreis naar Duindicht West toen er voor het eerst ran. En toen liep het nergens op. En vervolgens wie er één keer al linnig op Duindicht, wie er net één bij en toen wonder. Ja, dat was voor ons verschrikkelijk. Nou ja, dan giet de telefoon en dan jij je dat. En dan denk je, verschrikkelijk. Dan ging je één keer net in en dan wint hij een race. Ja, dat bloot natuurlijk een soort god. Ja, absoluut. Want hoe jij jou dat eigenlijk? Dat Dirk Buitenzorg een koers woont hier. We zitten natuurlijk live te zien thuis, no? Runners. Ik moet zeggen, er is net een koers in Nederland die ik mis. Dat is clear. Ik heb er zelf ook nog een gokje op neer. Dus je verbeekt dat wie... Nou, man, als ik een touwtaken krijg, zeg ik. Maar dat wie doet voor zelf de man, hè? Ja, Jos Verbeek. Ja. Die echt een hele... Dat is nog altijd, toch? Ja, zo, want dat was eigenlijk de eerste keer dat er mij hem ran. Jos Verbeek, dat is een absolute topper. Had 5 keer de Prix d'Amérique won. De grootste koers in Frankrijk. Had miljoenen verschenen. Ja. En die zie je toen achter Dirk. En wat voor hem dadelijk een koers met hem. Toen dachten we, nou eens leer. Ja, nog eventjes over die populariteit. Want ik heb het idee, Dirk Waard hield niet maar populairder. Dirk Waard hield niet meer populair. Dat kon natuurlijk net. Dat was al een gek van het begin. Ik vertelde een klein ziekenhuis en toen zei zijn man, ik ken jou, bestiert net. Waar kom je uit? Grauw, bestiert net. Ja, maar je ook meer van Dirk. Dus, we worden gewoon op het dik worden we aansprutsen. Die zou kon net in de winkel komen of, Sjoukje. Nou ja, zo. Maar dat ik oerl mij heen. En dat was natuurlijk in die begindagen prachtig. We stonden in Droegeham op een merk. We stonden bij een Hiense-spektakel. We lieten hem zien op de Hiense-keuring in Ljouwert. En al je meet en greets. Wie er bij kleurwedstrijden west. Kleurplaatwedstrijden doen Dirk Buitenzorg, jongens. Het mag toch echt ophoren eigenlijk, hè? Eventjes een kwatte impressie van al die fandagen bij Dirk Buitenzorg. Gebak en koffie voor de donateur. Nou, gebak is mooi versierd met een foto van Dirk. Dirk Buitenzorg is hier vandaag in jouw rup. Kom hem rustig even bekijken op het stalterrein. Hij is een beetje zenuwachtig, hij kan wel wat steun gebruiken. Een lied hinderkeer. Is het een lied, ja? Ja, ik vind het wel met lied. Dirk koest er op een baan eigenlijk net iets delen. Roel, allemaal praten, even dit, even dat. Fans. Groepies. Ah, ik vind het geweldig wat je maar dat beestje door. Dat is hek van begin aan het zijn. Nou ja, het is zo mooi dat er een paar koers gewoon.
Maar ik heb er een het hoofd in. Dit is de Dirk Buitenzorg, zoals we hem kennen, van de docu-soap. We hebben hem zien staan in het land, we hebben hem zien lopen, we hebben hem beleerd zien worden. Ja, in 2011 had dus Omroep Friesland de sportredactie Dirk uiteindelijk kocht. Maar ja, het hele avontuur koehjondel net gebeuren zonder de donaties van de donateurs. En twee echte donateurs van het eerste oer, is dit nou nice mij. Hoe zorg je hem nou waarom op het hele avontuur met Dirk Buitenzorg? Nou, ik vind het een geweldig avontuur geweest. Maar ik vind het nou ook wel jammer dat het nou stopt. Maar hij heeft het prima gedaan. En de mensen erom toe en jullie allemaal, geweldig. Ja, en wat vind je nou? Wat moet er nou gebeuren met Dirk? Ik denk dat het beste is dat hij een leuke particulier vindt. Die nog met veel plezier met Dirk gaat rijden. En dat lijkt me heel verstandig. Hij heeft 8 jaar meegedaan, geloof ik. Nee, 6 jaar meegedaan. Hij is 8 jaar oud. Dus hij heeft wel rust verdiend bij een leuk particulier persoon. Lekker maar pensioen. Zo is het. Okay. Zeker te weten. Dankjewel. Nou, de man die Dirk, dat is toch altijd wel de initiator, hè? Dat is Gerrit de Boer. Ja, dat is ook een vraag van de donateurs, Gerrit. Van, hoe komt het nou met Dirk? Wat zal er nou met hem gebeuren? Nou, de bedoeling is dat Dirk onder het zadel komt, zet het dan hier, dat het een riethinder wordt. En wij zieken ook een keeper voor Dirk. En er zijn al een aantal mensen die het hun meld hebben. We hebben nog wat geld nodig om uw schulden na te lasten. De schulden? Ja, de schulden. Oh, keurig. In de stichting Dirk Buitenzorg. Het gaat om net een idioot bedrag, maar er moet wel wat geld op kleed komen om Arend aan te betalen en om het keurig uit te ronden om een einde te maken in een stalboppenslag. Want zo jitten we, hè, na het sportprogramma. Nou goed, daar zie ik je dus een keer voor en ja, daar wordt op dit moment door praten bij mensen geïnteresseerd en mogelijk dat er nog wel andere mensen binnen, misschien melden ze zich nog, dat zal de komende tijd duidelijk worden. Belangrijkste is dat er net weer op de baan komt, dat er net in de handel komt en dat er een goede oude dij krijgt, een goed vierde lippen krijgt, want daar zullen we voor zorgen dat dat goed gaat. Oké, okay, dankjewel Gerrit. Ik hoop dat er inderdaad een keeper komt voor Dirk Buitenzorg. Judos om Lieke nog zo'n oer de allerlaatste koers van Dirk Buitenzorg. En die koers die is trouwens live te volgen bij u is bij Omroep Live, bij Omroep Friesland. En Gerrit de Boer steekt die vinger op. En dat betekent dat hij... Vier fason. Het is 5 minuten fason. Ooit ben je te let natuurlijk. Want Dirk Buitenzorg is vliegensvlug. Ons af hier vanuit Wolvergeer.